De Surinaamse Vereniging voor Fysiotherapie, SVF, heeft gisteren haar 50-jarig bestaan gevierd. In dat kader was de voorzitter van de vereniging, Bastiaan de Boer, op bezoek in het actualiteitenprogramma In Gesprek Met. De Boer zegt dat hij al sinds 2006 meeloopt in de fysiowereld van Suriname en dat hij al 4 jaar voorzitter is van de SVF. De Boer zegt dat de vereniging veel ups en downs heeft gekend, maar dat het bestuur er hard aan werkt om het niveau op te krikken. Het is redelijk goed gelukt. We zijn gegroeid in aantal. We hadden een heleboel geweldige inhoudelijke voornemens ook. Die zijn wat minder geweldig uit de verf gekomen, met name doordat we natuurlijk niet in de makkelijkste tijd leven op dit moment. Dus het accent in de laatste jaren is heel erg ook geweest onderhandelen met verzekeraars, met de overheid over tarieven. Eigenlijk de minder leuke zaken waar je als bestuur mee bezig wil zijn. Dat zijn gewoon de randvoorwaarden die in place moeten zijn. Die zijn tot nu toe niet optimaal in place. Verre van, kan je eigenlijk zeggen. En dat kost heel veel tijd voor het, van het bestuurlijk werk. Vakinhoudelijk zijn we ook wel bezig geweest, hè, met nascholingen. Er is een systeem ontwikkeld dat alle leden op dit moment online kunnen nascholen via een heel groot online nascholingsinstituut. Waar ze automatisch lid van zijn als ze lid zijn van de vereniging. Dus dat is vorig jaar in werking gegaan. Dus er is geen beperking meer in alle richtingen, alle deelgebieden van ons vak kan je online nascholingen volgen. En dat is nu gecoverd voor elk lid van de beroepsvereniging. De Boer zegt dat er in Suriname om en bij 70 fysiotherapeuten zijn, waarvan 53 lid zijn van de vereniging. Ook zijn er meer vrouwelijke fysiotherapeuten dan mannelijke. Maar het aantal van 70 is bij lange na niet voldoende, geeft de Boer aan. Op dit moment, als je kijkt van welke onderdelen van de gezondheidszorg fysiotherapie nodig hebben, is dat veel meer dan waar er momenteel fysiotherapeuten worden ingezet. Als we kijken naar de betaalmogelijkheden voor de openliggende velden, om het zo maar te zeggen, zien we dat het nog heel moeizaam is. Ik denk aan verzorgingshuizen, verpleeghuizen, denk aan de districten. En via de RGD-polis zou daar bijvoorbeeld veel meer kunnen gebeuren. Maar we zien dat het systeem, dat daar daadwerkelijk ook een vergoeding tegenover staat. En Frits noemt het zojuist ook op. Hij heeft eerst gratis gewerkt. Nou, als we naar het hier en nu kijken, zeker in deze moeilijke economische tijden, zien we dat als studenten afgestudeerd zijn, dan willen ze een baan, ze willen hun gezin kunnen onderhouden, ze willen een huis kunnen bouwen. En ze hebben tegenwoordig een masteropleiding afgerond hier in Suriname. Dus dat betekent dat ze na 5 jaar intensieve studie ook zoiets hebben van, en nu is het tijd om te gaan oogsten, om het zo maar te zeggen. Ik heb jarenlang gezaaid, nu oogst. Dat stukje is onvoldoende in place om de groei die we eigenlijk nodig hebben in het land goed te accommoderen. Bastiaan de Boer, voorzitter van de Surinaamse Vereniging voor Fysiotherapie. Hij was de gast in het actualiteitenprogramma In Gesprek Met. De vereniging heeft gisteren haar 50-jarig bestaan gevierd met een receptie.